Beste afstuderenden, alhoewel ik niet persoonlijk vanavond aanwezig kan zijn, wil ik toch graag via deze video mijn felicitaties en enkele gedachten met jullie delen. Sommigen van jullie kennen mij van de verschillende keuzevakken en Integrated Core, maar de meeste van jullie heb ik mogen leren kennen tijdens de Professional Planning opleiding. Laat mij jullie mee terugnemen in de tijd naar één van die avonden tijdens die opleiding. Het deel waar ik jullie uitleg hoe het beste jullie personal en professional development plan op te zetten. Misschien herinner je je nog dat ik jullie niet alleen vroeg om een aantal doelstellingen voor de komende paar jaar te bedenken, maar ook om daarbij jullie ogen te sluiten en geheel te visualiseren hoe het moment eruit zou kunnen zien wanneer je zo'n doel ook echt bereikt. Hoe zou zo'n moment voelen? Wat zou je zien en ruiken? Wie zouden erbij kunnen zijn? En ik vroeg jullie die beschrijving in detail ook in het plan te zetten. Eén doel dat jullie bijna allemaal hadden was uiteraard het slagen voor het MBA-programma en dan vooral het moment van de diploma-uitreiking. En voilà, vanavond gaat dit ook echt gebeuren. Laten we dit moment pakken en laten we de gelegenheid nemen om er echt naar te kijken en van te genieten. Ik wil jullie allereerst graag uitnodigen om naar het podium en om je heen te kijken. Zoek de faculteitsleden en de ondersteunende staf en kijk naar hen. Glimlach of zwaai naar hen en besef dat zij er al deze intensieve jaren zijn geweest voor jou, als professor of als ondersteuning, en dat zij al het beste voor jou wensen voor jouw toekomst na dit MBA-programma. Geef een hand aan je afstuderende buurman of buurvrouw. Kijk hen aan en lach hen toe. Zij maken deel uit van jouw reis tot nu toe en blijven als alumni deel uitmaken van jouw leven. Besef hoe zij jou tot steun en hulp zijn geweest tijdens de studie en hoe ze jou het allerbeste toewensen voor jouw toekomst. En als derde, draai je om en vind in de zaal je familie, je vrienden en je geliefden. Zwaai en glimlach naar hen en besef dat zij jouw support zijn geweest vanaf het begin. Zonder hen had je hier vanavond zo niet kunnen staan. Klaar om de grote stap naar de toekomst te maken. En tot slot, terwijl je je weer terugdraait naar voren toe, wil ik je vragen de andere doelen te herinneren die in je plan staan. En ik wens van ganse harte dat jullie deze doelen met dezelfde energie en doeltreffendheid gaan benaderen, zoals jullie ook met deze doelstelling hebben gedaan. Wees gerust, jullie hebben nu de kennis, de ervaring en de gereedschappen om dat wat jullie belangrijk vinden te doen ook te laten gebeuren. En iedereen die hier vanavond is, mag je om ondersteuning vragen als dat nodig is. Het laatste wat ik nog wil zeggen is dat jullie vanavond heel trots mogen zijn op jullie zelf voor het behalen van zo'n mijlpaal in de beste versie van jezelf worden. En dat maakt mij ook heel trots op jullie. Gefeliciteerd en ik wens jullie al het geluk van de hele wereld toe.